via Cultura Weekend Magazine. Drie generaties over Coming Out Day en over de acceptatie van LHBTI'ers in de samenleving. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. En wij beginnen het gesprek vandaag over Coming Out Day. Twee gasten die hier nu zitten, Ilko de Vos, ja. John Steeg. Ja, we praten met drie generaties, hadden we bedacht, over Coming Out Day en over wat dat voor jullie betekent en hoe dat ook door de loop der tijd wellicht ook echt veranderd is. Want wij hadden even contact, John, en jij zei al van ik heb als zodanig nooit heel veel met Coming Out Day te maken gehad of niet veel hinder ondervonden van het feit dat ik een relatie heb met een man. Ik kan me niet herinneren dat ik het begrip Coming Out Day eerder heb gehoord dan een paar jaar geleden. Dus ik had geen idee, wat is dat dan? Ik moet ergens uitkomen uit een kast, dat zal wel de symboliek ervan zijn. Ik vermoed van wel. En ik heb niet het idee dat ik ooit in een kast heb gezeten. Ja. Want vanaf het moment dat ik mij realiseerde dat ik homo ben, had ik zoiets van, oké, dat is dan zo. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je hele omgeving daar ook zo op reageert. Want mijn ouders zijn meestal wel een lastige factor. Dat zal de volgende generatie niet heel anders hebben meegemaakt. Met heftige gesprekken, veel tranen. Want geen kleinkinderen. Nou, dat was toen inderdaad volstrekt duidelijk geen kleinkinderen. Maar dat is ook alweer veranderd. Ik heb zelfs in die tijd op kostschool gezeten en ik heb nergens last van gehad. Ja, dat is toch buiten die gesprekken die natuurlijk altijd plaatsvinden, die intensief en soms ook verdrietig betekenisvol zijn, gaat het toch anders. Is coming out inderdaad wel een begrip van de laatste jaren? Ik bedoel, ik vind het verder prima dat zo'n begrip er is, want iedere generatie zal opnieuw een plek op de wereld moeten zien te veroveren. Ja. En de verworvenheden die we rond LHBTI. Ik ben er niet aan, jongen. Ik blijf het gewoon homo noemen. Of lesbisch, of wat het ook is. Trans, daar kan ik nog wel wat mee. Maar die verworvenheden die zijn niet vanzelfsprekend. We zijn sowieso een kleine minderheid. En dat zal ook zo blijven. En iedere minderheid loopt het risico op enig moment toch weer met discriminatie geconfronteerd te worden. Ja. Ik hoop niet dat ik dat nog ga meemaken. Nee, dat hoop ik ook niet voor jou in ieder geval. Ilko, Coming Out Day was voor jou wel wat bijzonder. Ja, dat was voor mij wel anders inderdaad. Ik heb sowieso, ben ik wel het voorbeeld dat je heel lang in de kast kunt zitten. Ik was 36, oftewel een driekwart jaar geleden dat ik uit de kast kwam. Vanuit de situatie dat ik het sociaal menselijk pad in was gegaan, zeg maar. Ik had een vrouw en ik heb twee mooie kinderen. Ja. Dus de discussie over kleinkinderen was bij jullie niet aan de orde? Die was beslecht inderdaad, die waren er al gelukkig geworden. Ik ben er heel blij mee. En in mijn geval was het inderdaad zo dat, dit is een proces van jaren dat je voor jezelf weet. Ik ben geen hetero, ik ben homo. En op een gegeven moment, Coming Out Day vorig jaar, ging bij mij wel de knop om van dit is iets, wil je dit je hele leven zo volhouden en in de kast blijven, zoals je dat al noemde. En wil je daar vandaan ongelukkig oud worden, zou ik maar zeggen, of maak je dan nu de keuze, nu heb je de leeftijd om eigenlijk weer een heel mooi nieuw leven op te bouwen. Ja. Omdat je toch ook wel iets gewoon opgeeft. Je geeft een relatie op met een hele mooie, liefdevolle vrouw. Je hebt een thuissituatie voor twee kinderen waar je iets aan iets gaat veranderen. Ja, je hebt een huis samen waar in die situatie gaat wat veranderen. Ja. Dus op heel veel vlakken ga je heel veel over het hoop halen. En uiteindelijk heb ik dat nog uit weten te stellen ongeveer tot januari. De dag na de verjaardag van mijn oudste zoon kon het niet over mijn hart verkrijgen om het kort daarvoor te doen. Heb ik het verteld aan mijn omgeving. Ja, ja. En hoe was de reactie in de omgeving? Ja, eigenlijk alleen maar heel liefdevol en mooi eigenlijk. Iedereen had heel veel respect dat je vanuit die situatie die keuze toch maakt, zeg maar. En niet wacht tot, er werd heel veel verhalen dat mensen wachten tot hun kinderen volwassen zijn of wat dan ook. En die van mij die zijn nu dan 3 en 6, toen waren ze 2 en 5. Of 2 en 6 eigenlijk, een dag. Ja, alleen maar hele mooie reacties eigenlijk. Ook vanuit mijn ouders, vanuit de omgeving. Ja. Ik heb
mijn huidige partner heb ik eigenlijk vanaf november vorig jaar heel veel aangehad in het hele proces, zeg maar. Mm-hmm. We hebben kilometers gewandeld, 1-2 keer in de week, soms 6 uur 's morgens vroeg, zeg maar. Een hele goede gesprekken gehad over, ja. Over ja, wat ga je in hemelsnaam al niet over hoop halen. En besef wel wat je gaat doen en besef ook wat het betekent om tot de minderheid homo te horen. Ja. Dat ga je gewoon, dat ga je ondervinden. Nou goed, daar heb ik heel veel aan gehad. Later is het niet geheel toevallig, zou ik bijna zeggen, mijn partner ook geworden. Maar eigenlijk alleen maar hele mooie, liefdevolle reacties. Ja, en ik zag van de week, dat was op Coming Out Day afgelopen zondag, ja. Indrukwekkende en vrij lange post van jou op Facebook, waarin mm-hmm. je dat proces nog een keer weer aankaarten. Klopt, ja. Stonden ook hele mooie reacties onder, in ieder geval. En ook een reactie die mij ook wel trof van jouw echtgenote, je vorige partner, die daar ook op reageerde. Ja. Daar klonk heel veel liefde in door, maar ook wel dat ze het er zwaar mee had. Ja, klopt. Dat beide klopt, zeg maar. Ik was voor haar maatje en zij ook mijn maatje. Dat is ook echt wel zo. Ja, op een gegeven moment moet je onderkennen dat je op een ander vlak gewoon niet matcht met elkaar. Ja. En dat je dan toch je andere kant op gaat. En voor mij was dat een proces uiteindelijk van jaren waar je daar naartoe werkt. Dus ik had alle fases van rouw, zeg maar, al doorlopen daarin. Dus op het moment dat ik het vertelde, zat ik al in de fase van goed, nu gaan we vooruitkijken. Ja. Ja, voor haar kwam dat natuurlijk als donderslag bij heldere hemel. Een hele verschillende uitgangssituatie op dat Klopt. Moment. Ja. En het jaar daarvoor merkte wel van alles samen en dat ik afstand nam af en toe en dat ik onbereikbaar was en dat soort dingen. Hm. Wat achteraf verklaarbaar is, maar op dat moment voor haar natuurlijk niet verklaarbaar was. Ja. Ja. En John, jij hebt volgens mij van jongs af aan helder gehad wat jouw route zou zijn. Nou, helder wat mijn route zou zijn? Nou nee, dat niet. Ik heb mijn man ontmoet toen ik 21 was. En ik schat dat ik pas een jaartje of 2-3 daarvoor überhaupt wist wat het woord homo betekende. Ja. Dat was in die tijd echt nog niet zo gebruikelijk. En al helemaal niet in het Limburg waar ik vandaan kom. Ik heb hem leren kennen in Nijmegen. Samen gestudeerd. Verschillende dingen overigens. En ja, sinds 45 jaar zijn we bij elkaar. Ja. Dat is wat mij betreft een wondertje waar ik nog iedere dag van kan genieten. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Je gaf al aan Limburg, waar jij vandaan komt. Dan was het niet gangbaar. Het was ook een hele andere tijd dan waar we nu in zitten. Hoe landde dat nieuws dat je dan homo was, wat dat betreft in jouw omgeving? Ik bedoel, je gaf er iets aan van die intensieve gesprekken, maar hoe ging dat in zijn werk? Ja, het is voor jezelf natuurlijk ook een geleidelijk proces om te ontdekken dat dat zo is. Ik heb het op de kostschool zelf niet gemerkt. Hoogstens dat daar andere jongens waren die dat. Het was alleen maar jongens in die tijd. Andere jongens die daar duidelijk wel mee bezig waren. Die sowieso met seks bezig waren. Mm-hmm. En ja, ik was meer een soort nerdachtig type die vooral veel aan het studeren was. Dus daar had ik niet zoveel mee. Ik droeg toen ook enorme brillenglazen, wat nou niet direct de factor is waarmee je makkelijk een partner vindt. Van die jampotjes. Op de tast, hè? ja, als je ze niet op hebt op de tast. Vandaar dat ik nu lenzen draag. Ja. Nou, ik was natuurlijk heel blij dat die uitvinding gedaan was om lenzen te kunnen dragen. Het gaat natuurlijk niet altijd goed. Op een gegeven moment zaten wij met z'n tweeën in Parijs. Te studeren, maar afstuderen van de universiteit, kreeg ik een brief in het Frans, want ik zat immers in Frankrijk, van mijn moeder, die in het Frans schreef, was jij maar nooit geboren. Nou, dat hakte er natuurlijk nogal in. Dat is nogal een heftige ontvanger. Het was echt een duidelijke terugval, want voor die tijd had ze het al als min of meer fact of life geaccepteerd. Maar dat bleek dus toch niet helemaal het geval. Mm-hmm. Ja, wat moest ik toen doen? Boos worden, dat heeft dan niet zo heel veel zin. Ik heb mijn oudere zus ingeschakeld, 11 jaar ouder, en gevraagd van wat moet ik nu doen? Nou, die ontplofte aan de telefoon. Die is onmiddellijk in de auto gestapt, naar mijn ouders toegereden en gezegd van dat neem je terug, nu.
En dat heeft ze uiteindelijk ook gedaan. Ja. Maar dat soort conflicten, ja, dat doet zich dan toch nog wel voor. Maar dit is wel zo ongeveer het ergste wat ik op dat gebied heb meegemaakt. En ik ben er eerlijk gezegd ook geen enkele vriend of vriendin door kwijtgeraakt. In die tijd al niet. Mm-hmm. Dus ja, Nederland heeft denk ik vrij lang al een redelijk tolerante houding ten opzichte van ons als minderheid. En ik heb ook het idee dat op dit moment de acceptatie in Nederland echt ongelooflijk hoog is. Ondanks dat er natuurlijk af en toe wel eens rare dingen gebeuren. Ja. Nou, dat is wel wat ik me ook afvraag in die zin. Dan vragen jullie allebei wat dat betreft. Jij zegt de tolerantie in Nederland is enorm groot. Ik bedoel, een paar jaar geleden zou ik dat volmondig hebben beaamd. Tegenwoordig denk ik wel eens dat die tolerantie weer een beetje aan het afnemen is. Ja, of zijn of mensen, is dat een verkeerde waarneming? Ja, dat denk ik. Ja, ik ben natuurlijk niet representatief, want ik zit op zaterdagavond niet op het Scheffersplein. En ik vermoed dat we daar niet met z'n tweeën hand in hand over dat plein zouden moeten gaan lopen op zaterdagavond. Dat doen we dus ook niet. Maar waarom zou je dat ook doen? Ja, dus ja dat herken ik wel inderdaad. Sowieso voor mij is het een relatief rare tijd, omdat corona zo'n beetje aan het begin daarvan begon. Sterker nog, de week dat ik ging samenwonen met mijn huidige partner en we officieel een relatie kregen, was de eerste week dat we in lockdown gingen in Nederland. Maar bijvoorbeeld hij is daar heel stellig in dat hand in hand lopen echt not done is. Ja. Een zoen geven als je elkaar op straat ontmoet. Wat vanuit mijn vorige situatie gewoon een hele normale gang van zaken is. Nou, dan ik kan echt tegen het plafond krijgen als ik dat doe. Dus hij is daar heel bewust van dat je dat soort dingen gewoon niet moet doen. Oh, om geen reactie uit te lokken. Maar los daarvan, weet je, als wij op straat lopen, dan is het over het algemeen best wel duidelijk dat wij bij elkaar horen. En ook in andere situaties. Ja, ik hoor daar geen hele negatieve klanken. We hebben één keer wat nageroepen zeg maar, op straat door wat jongeren die op een parkeerterrein stonden. En heel ongemakkelijk werden toen bleek dat onze auto ernaast stond. Zeg maar, dus dat we in de buurt kwamen. Mm-hmm. En daar blijkbaar toch wel wat spijt van hadden. Ja. Dat op afstand dat toch wat makkelijker was dan als je ineens binnen een straal van 10 meter komt. En verder moet ik zeggen dat het tot op heden heel erg meevalt. Ja, dan, ik zag ook van de week een filmpje van een politieke partij die een aantal jongeren aan het woord liet naar aanleiding van Coming Out Day. Een van de mensen in het filmpje was Emre Hoogduin, jongeren van het jaar. Ja. Dordtenaar ook, die inderdaad ook aangaf van ik heb geen last van negatieve opmerkingen op social media, maar met mijn vriend hand in hand door de stad lopen, dat is een brug te ver. Klopt. Nou, dat is aan de ene kant natuurlijk heel spijtig, hè? Dat is wel een soort summum als dat zou kunnen. Andere kant, als je er gewoon bewust mee bezig bent en wel bewust van bent, maak je jezelf ook wel makkelijker, denk ik, daarmee. Ja. Andere kant, weet je, hoe mooi zou het zijn als het wel kan? Dat ben ik ook wel met Emre ook wel eens. Ja. Ja, ik zou ook nog zeggen, het hangt een beetje vanaf de plaats en tijd. Mm-hmm. En wat ik net noemde, zaterdagavond op Scheffersplein, dat moet je niet doen. Maar de rest van de week, als wij elkaar op het station ontmoeten, dan geven we elkaar gewoon een zoen. Mm-hmm. En waarom ook niet? Ja. En daar heb ik nog nooit een negatieve reactie op gezien. Ook zoals iemand die zijn hoofd wegdraait. Nou ja, dat mag. Ja. Niet iedereen hoeft het leuk te vinden. Ja. Ik zet daar ook gewoon het probleem van die persoon laat inderdaad. Dan kun je daar redelijk makkelijk volgens mij ook overheen stappen. Ja. Dus gewoon je eigen ruimte nemen en je eigen leven leiden wat dat betreft. Ja, klopt. Ja, maar ik bedoel, jij hebt 45 jaar inmiddels een relatie met jouw man. Heb je in de loop van die 45 jaar wel verandering in de samenleving gezien, ervaren of meegemaakt? Of? Ja, de zichtbaarheid van LB, nog een paar letters. LHBTI. LBA. Ja. Ik heb geoefend, hè? Ja, jij wel, ja. Nou, daar oefen ik dus inderdaad niet echt op. Nee, maar in de loop van de jaren is de groep wel aanzienlijk zichtbaarder geworden. Ja. Zelfverzekerder geworden, minder de neiging om inderdaad onder het tapijt te kruipen. En ja, dat lijkt me alleen maar heel mooi. Maar laten we wel ons realiseren dat al die homo's, lesbies enzovoort ook nog wel een heleboel andere dingen zijn. Het is maar een stukje van onze identiteit, zeker niet het enige. Het is wel heel belangrijk, maar zeker niet het enige. Ja. Ja, ergens moet ik zeggen dat het soms voor mijn gevoel ook wel eens tegen kan werken. En dan vooral de extremen die zichtbaar worden, zeg maar even de geer en goor op televisie, die in de extreme trekken. Ik merk dat juist soms als aversie bij mensen kan veroorzaken. En dat vind ik juist wel heel spijtig. Nou, ik bedoel, die vraag schoot net ook even door mijn hoofd toen John zei van het is wel zicht. De groepering is zichtbaarder geworden in die samenleving. Mm-hmm. Denk ik onwillekeurig. Daar is zoiets als de Pride
daaraan bijgedragen. En die Pride roept ook de aversie op die jij net schetst. Ja, maar het is beide een beetje inderdaad. Het lijkt me wel heel belangrijk. Maar hebben jullie daar een beeld of een mening over? Ja, ik vind het uitstekend dat er een Pride is. Ik vind hem wel erg commercieel geworden. Ik ben er nog nooit geweest. En ik ga er waarschijnlijk ook nooit naartoe. Want ja, prima als iemand zich op die manier naar buiten toe wil manifesteren. Daar heb ik ook vooral niets op tegen. Alleen ik zelf doe het niet. Mm-hmm. En ik ga ook niet in een leren broekje op een boot in Amsterdam. Ik zou me doodschamen. Ja. En dat zal ook wel iets met mijn opvoeding te maken hebben, natuurlijk. Ik ben gewoon een keurig burgerlijk gezin opgevoed en dan doe je dat soort dingen niet. Ik vind het prima dat andere mensen dat doen, maar daardoor zijn zij zichtbaarder dan ik als zodanig. En dus meer beeldbepalend dan, ja, als ik zo mag, tussen aanhalingstekens aan mag geven, gewone homo's. Ja. Zoals ik. Ja. En dat herken ik wel inderdaad. Ik merkte, mijn partner hoort dat, maar ik merkte zelf ook wel een beetje in het begin, dat je uit moet leggen dat je inderdaad ook gewoon een tussen haakjes normale homo kunt zijn. Een burgerlijke homo die een relatie heeft met één man en dat is het, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ik stel voor dat we de jonge generatie ook even erbij gaan betrekken. John, dan nemen we afscheid van jou. Okay. Dank je wel dat je onze gast wilde zijn. En wij gaan zo praten met Remy. Nog even tussendoor, Ilko. John zei al van, nou ja, ik zie mijzelf in Jan niet midden op die Pride staan. Ik vond het jammer dat hij dit jaar niet doorging eigenlijk. Want ik heb het altijd juist vermeden inderdaad. Omdat dat voor mij toch iets was wat ik wat afstand van probeerde te houden. En dit jaar had ik wel zoiets. Mijn partner gaat trouwens ieder jaar wel naar de Pride, gewoon om daar feest te vieren, niet om zelf extreem in leren of wat dan ook gekleed te gaan, zeg maar. En ik vond het zo leuk eigenlijk om het wel een keer mee te maken. Ja, dus de eerste volgende editie. Nou is er in Dordrecht ook zoiets als een Pride. Is het belangrijk dat onze eigen gemeente er ook in die zin aandacht aan besteedt? Ja, absoluut. Ja, nee, ik denk dat je juist om te zorgen dat het top of mind blijft en dat het een gespreksonderwerp blijft en het belang ingezien blijft worden, zeg maar, van acceptatie. Ik denk dat het goed is dat dit soort evenementen er zijn. Absoluut. Ja. Ja. En aangeschoven is Remy. Welkom in de uitzending. We praten met drie generaties, zeiden we al. Jij bent de jongste generatie wat dat betreft. In het hier en nu, wat betreft jouw situatie. Kun je daar iets over schetsen? Wat maak jij mee? Ja, ik maak op zich niet echt veel mee, want ik ben biseksueel, dus bij mij is het van, mijn liefde gaat beide kanten op. Mm-hmm. Maar het is wel soms dat wanneer ik het zeg, dat ik rare gezichten krijg van, ja, maar wil je dan zeggen dat soms als je in een kamer bent met beide geslachten, dat je dan voor de jongens kan vallen? Ja, het kan zo zijn, maar daar hoef je niet van raar op te kijken, het is nu gewoon normaal. Ja. Het is niet van... Oh ja, nee, je stopt bijvoorbeeld, sommige mensen zeggen van ja, als je met een man gaat nemen, dan gaat de populatie naar beneden, want er komen minder kinderen. Want ja, het is niet echt dat onschuld. Het is gewoon van, het is meer van iets wat wij willen, iets wat wij voelen van binnen. Ja. Dat we juist meer van willen. En dan krijg je van ja, maar alsnog minder kinderen. Nee, er kunnen minder kinderen komen. Of iemand anders kan ook gewoon meer kinderen hebben, maar ik ga daar niet niks over zeggen. Ja. Het is gewoon van, ik ben biseksueel, ik hou gewoon van wie ik hou. En gewoon om wie ze zijn. Ja. Ja, het is niet van, oh ja, nee, je bent zo, dus ik hou niet van je. Of ja, je bent gay, dus ik ga niet met je om, ik hou niet van je, blijf ver van me weg. Het is gewoon, ik hou gewoon van wie je bent. Het is natuurlijk ook een beetje een merkwaardige discussie dat ze dan onmiddellijk beginnen over, dan komen er minder kinderen of dan gebeurt er zoiets. Ik bedoel, dat wordt ook niet tegen een hetero-stel gezegd wat besluit om geen kinderen te nemen. Dus in die zin is het ook een non-discussie, lijkt mij. Ja. Of is het alleen maar omdat ze proberen om een beetje uiting te geven aan het gevoel wat het bij hen oproept? Ja, het is een beetje dat, gewoon van, ja, je weet dat er minder kinderen gaan komen. Van, ja, oké. Okay. Ja. Het is niet echt iets dat je op mij kan zetten. Want als je dat op mij gaat zetten,
dan ik heb heel veel gay vrienden. Dan moet je ook naar hun toe gaan stappen. Ja. En ik ben nog een beetje rustig, dus ik ga niet helemaal in discussie van, ja, zo moet je niet zijn. Maar ik heb genoeg vrienden die gaan zeggen van, ja, waarom moet je zo zijn? Waarom moet je zulke dingen op mensen gaan duwen? Ja, en vind jij het belangrijk dat er zaken zijn als een Pride of een Coming Out Day? Ik bedoel, helpt dat de emancipatie van LHBTI'ers? Ja, dat helpt wel, ja. In welke zin helpt het? Vooral gewoon met Coming Out Day. Dan heel veel mensen die voelen gewoon, die zien gewoon heel veel andere mensen op internet zetten van, ja, ik ben gay of ik ben lesbisch. Dus dan hebben ze ook gewoon de motivatie en de moed ervoor, want ze weten dat er meerdere mensen zijn die tegelijkertijd uit de kast komen. Dan denk ze van, ik ga ernaar meedoen, want iedereen komt uit, dus dan, ik wil ook gewoon dezelfde support hebben. Ja. En voor de Pride is het gewoon van, het is een dag waar iedereen gewoon bij elkaar kan komen en veilig kan voelen. Het is wel gewoon jammer, want er zijn wel gewoon mensen die gewoon schijn naar op gaan kijken, maar meest van de mensen die gewoon daar naartoe gaan, die willen juist gewoon iets vieren en laten zien dat ze of gewoon het supporten of gewoon zelf gewoon eraan meedoen. Ja, en het maakt een van jullie in het dagelijks leven wel mee dat er toch moeilijk gedaan wordt of negatieve opmerkingen of discriminatie? Nee, eigenlijk niet. Valt wel mee. En ik denk dat het juist het mooie daarvan is dat je door de zichtbaarheid zorgt dat er ook rolmodellen of zichtbare verhalen zijn van mensen die uit de kast komen. Ik ben natuurlijk bij mezelf terug gaan kijken van, ja, weet je, ik was 36 toen ik uit de kast kwam. Enkele jaren ervoor kwam het gevoel. Als ik mensen uit mijn verre verleden spreek, zijn er mensen die zeggen, ja, nou, het verbaast me niet. Mm-hmm. Toen ik zeg maar puber was, had je ook die kant gewoon gelijk al op kunnen gaan. En ik ben voor mezelf gaan nagaan, ja, waarom heb ik dat dan niet gedaan? Waarom ben ik dan dat sociaal wenselijk pad ingeslagen? Maar heb jij in jouw puberteit dan wel geëxperimenteerd of wel onderzocht van hoe zit dat bij mij? Of? Nee, eigenlijk niet. En als ik ook terugkijk, ik had ook geen mensen in mijn omgeving die homo waren of zichtbare homo's, zeg maar, die ik als voorbeeld kon stellen. Mm-hmm. Dus het kwam waarschijnlijk niet eens bij me op dat moment dat het ook kon en bestond. Ja. En ondanks dat ik niet eens zo heel oud ben, zeg maar. En op een gegeven moment wat je dan ziet, dat zijn de extremen. En de vraag is, wil je daarmee identificeren? Mm-hmm. Ja. Ja. En ik bedoel, als je de vraag stelt, denk ik, het antwoord heb je voor jezelf ook gegeven. Dus, ja, klopt. Ja, ja, ja absoluut. Nou zit je ook in een werkkring, je ontmoet overal liefdevolle reacties. Het lijkt me ook best een dingetje om op je werk ineens die verandering kenbaar te maken. Ja, het grappige was inderdaad, weet je, de eerste die ik vertelde was mijn moeder ergens in december, omdat ik het echt niet voor me kon houden. Nou goed, januari mijn partner en de directe kring aan familie en vrienden. En op mijn partner na, zeg maar, was ik het meest zenuwachtig om het op mijn werk te vertellen. Mm-hmm. En terwijl ik een werkgever heb waar het echt gewoon een non-issue is. Ik heb meerdere collega's die homoseksueel zijn. En het is echt gewoon een hele vrije omgeving waar het gewoon niet eens een discussie is. Waar niemand het moeilijk zou doen. Maar toch inderdaad vond ik die stap daar, het vertellen daar, vond ik wel een van de lastigste. Ja. En ik kan voor mezelf eigenlijk niet verklaren waarom ik dat daar lastig vond. Mm-hmm. Ja. En hoe zit dat bij jou, Remy? Heb jij ook dit soort lastige gesprekken moeten voeren? Wel met mijn vader. Ja. Want ja, ik ben gewoon van Afrikaanse descent. Gewoon de hele familie komt vanuit Afrika en zo. Mm-hmm. Dus iedereen is meer op een religieuze wijze opgevoed. Ja. En dus dan, sommigen hebben echt heel veel dingen van religie en sommigen hebben weinig. Maar bij mijn vader was het wel moeilijk. Want die is niet zo makkelijk met dingen. Ja. Dus ik ben een uur lang in gesprek geweest met hem, waar ik was meer een preek dat ik van hem kreeg, van misschien is het wel gewoon een fase. En soms maakt hij voorbeelden, bijvoorbeeld zei hij van, ja, soms word ik ook gewoon zat van je moeder en denk van, ja, misschien moest ik toch met een man nemen. En denk van, nou, maak zulke voorbeelden niet, dan maakt het nog vervelender voor mij. Maar, want je voegt een extra aspect toe aan het gesprek wat dat betreft. Religie en LHBTI is natuurlijk ook zit ook een zekere spanning in. Ja, maar het leuke daarvan is dat ik gewoon zelf gewoon lange tijd geleden erachter ben gekomen.
heel veel mensen zeggen van ja, in de Bijbel staat, man moet niet met man liggen, maar het is al gewoon allang bewezen dat het verkeerd vanuit het Latijns is gehaald. Mm-hmm. Ja. Het hoort eigenlijk te zijn, man moet niet met jongen liggen. In andere woorden, moet niet met een kind gaan in bed gaan. Mm-hmm. Dus ja. Heel vaak komen mensen met, ja, maar in de Bijbel zeggen nee, het is verkeerd. Ja. Ja. Als je het goed gaat onderzoeken en het goed gaat vertalen, dan zie je wat ze het eigenlijk bedoelden. Het is alleen verkeerd vertaald en daarom gaan mensen nu allemaal met de Bijbel van, ja, maar het is verkeerd, dat hoort eigenlijk niet. Dan komen er zelfs dingen voorbij als homogenezing, merkwaardig genoeg. Heeft de religie in jouw situatie ook nog een rol gespeeld? Of dat niet in mijn persoonlijke situatie, wel bij mijn partner bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mijn partner is van Dominicaans-Antilliaanse afkomst. Dat is gewoon een ding, zeg maar. Je merkt dat het toch redelijk een macho cultuur. En homo zijn is daar in die omgeving gewoon lastig. Mm-hmm. En als je dan ook nog uit een religieuze familie komt, is de acceptatie ook wel een ding. Ja, dus ik maak dat indirect natuurlijk mee en ik ken de verhalen van hem. Dat is wel een extra dimensie die wordt toegevoegd, zeg maar, die het wel lastig maakt om geaccepteerd te worden en zelf geaccepteerd te voelen ook. En dat maakt het lastig. Ja, snap ik. Ja. Ik vond het heel moedig dat je hier bent aangeschoven om hierover te praten. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit onderwerp gewoon zo breed mogelijk in de samenleving heel normaal te bespreken en met elkaar er ook bij stil te staan. Fijn dat er dan ook dingen zijn als een Pride of een Coming Out Day. Ilko, heel erg bedankt. Graag gedaan. En wellicht weer tot een volgende keer. We komen elkaar zo af en toe wel eens tegen. Yes. Dus, en een heel fijn weekend voor straks. Ik neem vast afscheid van jou. Remy, je gaf al even aan, uitgebreid wel met je vader gesproken. Jouw moeder was begripvoller en zat daar makkelijker in? Of? Ja, mijn moeder was juist een van de meest begripvolle mensen daar. Want toen ik het had aangekondigd, was moeder van, hoe voel je je eigenlijk? En heeft ze ook gewoon naar haar broer, dat psycholoog is, heeft ze ook gewoon aan de telefoon van, hoe voel je eigenlijk nu dat je het hebt laten weten? Ja. En dat vond ik wel best wel fijn. Ja, dus meteen geïnteresseerd in wat het met jou doet. Ja. Ja, dat is wel heel mooi. Ook jij heel erg bedankt dat je hierover hebt willen vertellen, hier in deze uitzending. Graag gedaan. En tot ziens. Dank u wel. En een goed weekend.